Ik ben Maus Meeuwig. Ik ben Joey Baal en we staan samen bij Barracuda Amsterdam. Het is een toegankelijk visrestaurant waarin we een mediterraanse keuken voeren. Het is heel groot, we doen tot 350 couverts op een avond. Mijn broer Daan die begon 3 maanden geleden met het idee een visrestaurant te beginnen op deze plek. Omdat hij erachter kwam dat deze ruimte vrij kwam. En eigenlijk het te mooi was om te laten liggen. Zo'n groot restaurant dat we hier voeren, dat is eigenlijk alleen nog maar mogelijk in Amsterdam-Noord. In de stad hoef je niet om te komen dat je zo'n grote ruimte kan gaan huren en daar ook nog een horecavergunning kan krijgen. Dat is hier wel gelukt. Er zitten hier op een avond 300 tot 350 mensen allemaal vis te eten. Maus en ik werken al 15 jaar samen. En alle restaurants waar we gewerkt hebben, zijn we toch uiteindelijk hierop uitgekomen. Dat we uiteindelijk een vis op een bord leggen en daar een goede saus bij. Een beetje patat en dat is het. Geen poespas, geen gedoe. Belangrijk is gewoon dat we een simpele keuken voeren met de hoge kwaliteit producten waar het product voorop staat. We bakken een visje, we stoppen een visje in de oven met een hele goede kapper erbij, een heel lekker olijfje, supergoeie olijfolie, hoge kwaliteit groenten en dat met een simpele bereiding voor een aantrekkelijke prijs, op tafel zetten. Daarbij doen we een concept waarin je zelf aan de bar bestelt. Een beetje zoals in een Chinees restaurant dat je een menu hebt waar je opschrijft wat je allemaal wil en dat aan de ober geeft. Alleen hier geef je het aan de bar. En vervolgens wordt binnen no time je eten op tafel gezet. Je kan 1 keer gaan of 3 keer. Je kan alleen een frietje met een kibbeling eten of je kan oesters, octopussalade, frito misto en vervolgens een hele zeeduivel op tafel krijgen en er een groot feest van maken. Dus op die manier proberen we voor iedereen een leuk concept te bieden. Door het concept dat we hier voeren met de gasten die hun eigen bestelling doorgeven, besparen we ook op de kosten van de bediening. We hebben ook een robot rondrijden die de bordjes wegbrengt. En op die manier kunnen ook de gerechten aantrekkelijke prijzen op de menukaart. Je personeelskosten bespaart. Mensen vinden het gewoon heel leuk om die robot aan tafel te hebben. Dat ook. Omdat we hem heel gezellig verkleed hebben. De robot heet Tarbot overigens. Ja. 2 weken geleden kwam een Chinese man en een Hollandse man kwamen met een oud transitbusje aan. Met een hele mooie robot. Die meneer die vertelde dat in China in een restaurant van dit formaat minstens 2 van die robots aan het werk zijn. Die Chinese jongen die liep in 20 minuten met die robot door de zaal. Om hem alle paden te leren. En toen wist die robot gewoon wat hij moest doen. Kan je nog instellen hoe lang hij aan tafel blijft. Of hij gaat praten, wat wij dus liever niet wouden. Hij heeft een eigen oplaadstation waar hij naartoe rijdt als hij moe is. Dus eigenlijk heb je er weinig omkijken naar. De robot rolt naar de keuken. We leggen het bordje erop en er zit een scherm op de robot. Daar toets je het tafelnummer in en hij gaat naar de tafel toe. Hij heeft ook een hoog aaibaarheidsgehalte door de aankleding ervan. Hè? Meestal rennen er 5 kinderen achteraan. En dan wordt op een gegeven moment gaat hij ook huilen. En zegt hij van, ik vind het niet meer leuk. En dan moeten we hem zelf terugduwen. En wat ik ook heb gezien is dat de mensen geneigd zijn om oesters te bestellen of garnalen te bestellen, zodat die robot maar aan tafel komt. Ja, nogmaals. Kauwgerechten komen met de robot. Ja. En mensen zijn echt teleurgesteld als hij niet aan tafel is geweest, inderdaad. Ja. Je ziet ze foto's maken. Ja. Bij ons is de gast zelf verantwoordelijk om zijn bord af te pakken. Als je gaat treuzelen, dan rijdt hij weer terug met je gerechtje. Ja, en sommige mensen die weten het echt goed en die zetten hun vieze borden er ook op. Maar wij zijn er blij mee. Wat ik ook nog over het eten wil zeggen is dat als ik uit eten ga, of ik denk dat het voor jou ook geldt, dan vind ik het ook gewoon het lekkerst om te eten wat wij hier maken. Geen gedoe, geen hele poeha eromheen. En ook over de bediening trouwens. Ik was laatst uit eten gegaan. Dan komt er iemand aan tafel en die gaat een verhaal afdraaien over wat ze daar doen en over de gerechten. En de helft sla ik me op als ik wel iets opsla erover. Ik vind het allemaal ook wel veel gedoe dat je dat hele verhaal aan tafel krijgt. Hier bepaal je zelf het tempo van je avond door je bestelling zelf door te geven. Dan kon je niemand storen aan tafel met een verhaal. En hier is het eten dusdanig simpel. Moet je wel oppassen dat je niet de hele bediening tegen je in het... En de bediening heeft hij nog, hè, want er zijn hartstikke leuke mensen. En er is ook nog steeds wel ruimte voor een praatje aan tafel. Ja. En dat gebeurt ook. We zijn het allemaal niet gewend, deze manier van bestellingen opnemen, doorgeven. Maar het werkt heel goed. Je hoeft niet zonder wijn te zitten als je eten komt. Nee. Of te gaan zitten wachten tot iemand je aandacht krijgt. Ook van achter de bar wordt het concept doorgevoerd. Brede wijnkaart, veel wijn die bij vis past. Bubbels, wit, lambrusco. Koude lambrusco met gekookte garnalen en een bordje patat ernaast. Kan je maar voor wakker maken. Dan hebben we karaffenwijn, een kwart liter, halve liter en een liter. Om ook zo daar weer die laagdrempeligheid in uit te stralen. We werken sowieso met alleen vis die door de viswijzer is goedgekeurd. We hebben een visleverancier, WNA Vis, uit Ierseke. Die hebben de mooiste schelpjes. De mosselen zijn subliem, kokkels, erg mooi, mooie producten. Ze verkopen ook mooie vis. Ze bellen ons in de ochtend op. met de aanbiedingen van die dag of van die week. En dat zetten we dan niet per se direct op de kaart, maar dat komt dan als special. En dat wordt aan de kassa bij het bestellen wordt dat verteld aan de gasten. Dat we buiten de karton ook nog kreeft hebben of een tarbot. We hebben geen moeite om 20 kilo rode meel weg te zetten op een dag of twee. We hebben gewoon een redelijk vaste menukaart, maar we houden ons wel bezig met de seizoenen. En de vis die natuurlijk in het seizoen is, maar ook de groenten. Maar we ambiëren niet om heel veel verschillende dingen te gaan koken. We hebben wel een bepaald restaurant waar je terug moet komen. Net als bijvoorbeeld een Goud van Zand of een restaurant Amsterdam. Waar je gewoon weet, hier kan ik gewoon sommige dingen lekker eten. En daar is onze menukaart ook op ingedeeld. Er zijn een aantal gerechten die we wisselen. En dan daarnaast voeren we dagvis, waarin we de seizoenen nog meer kunnen volgen. Ook in de desserts hebben we gekozen voor simpele gerechten. En zijn moeder die doet nu de patisserie, die doet het erg goed. Maakt een heerlijke polenta taart. Chocolademousse met zeezout karamel om in thema te blijven. En mijn vader staat elke woensdag de mise en place met mij samen te maken en met Joey. En alles af te proeven, zodat we zeker weten dat alles goed op smaak is. Die staat elke woensdag ingeroosterd. En af en toe helpt hij een avondje op zaterdag een servies mee. Dat is ook wel heel gezellig. We zijn op het ogenblik van woensdag tot en met zaterdag open. De ambitie ligt bij 6 dagen in de week. Maar we willen ook garanderen dat we de kwaliteit hoog houden. Dus we bouwen het rustig op. En het is ook belangrijk dat we hier een volle zaak hebben. En dat er een goede sfeer is, want dat is ook belangrijk van Barracuda, dat het een feestelijke avond is. Dat de zaak goed gevuld is. Veel reuring in de avond. Ja. Dat maakt het voor iedereen leuk. En in de toekomst gaan we op zondag paella serveren uit een hele grote paella-pan die Maus heeft getekend op de computer en heeft uit laten snijden. Een paella-pan van 1,80 meter, dus dat wordt ook nog doodeng om dat te gaan doen. Maar daar gaan we waarschijnlijk iemand voor invliegen om die verantwoordelijkheid op zich te nemen. Lust je nog een video? Dat treft, want er staan er meer dan 1400 voor je klaar. Abonneer je op het YouTube-kanaal of schrijf je in voor de nieuwsbrief, dan hou ik je wekelijks op de hoogte van nieuw materiaal.